Vandaag ga ik opnieuw de Eye Tracker Challenge doen, maar deze keer met... mij! Marijn. De Eye Tracker is een apparaatje dat precies bij kan houden waar op het scherm ik met mijn ogen aan het kijken ben. En de challenge is dus dat ik niet naar bepaalde delen van het lichaam van de gast mag kijken. In dit geval dus Marijn. Zoals jij weet, en zoals jullie allemaal weten trouwens, kijk ik natuurlijk... nooit, daar sta ik onbekend. Marijn heeft een aantal TikToks van haar verzameld voor mij, die we dus nu samen gaan kijken. En iedere keer als ik wel kijk, krijgt Marijn... 50 euro. Oh! Oh, shit. Wist je dat niet? Nee. Heb je nooit een eye-tracking video gekeken van mij? Ik heb het liefst wel, maar dat... Oh, dan ben ik benieuwd. Ik hoop dat ik mijn boenda een beetje schudt gaat kijken. Maar wacht, voordat we beginnen, jij zei net wat. Ja, je wil nu een complimentje, hè? Nee, maar ik wil het gewoon heel veel op beeld. Okay. Dit gebeurt ik ben eigenlijk altijd wel bruin. Ja, is dat niet zo? Ik ben kapot bruin. Maar toen keek ik net en toen dacht ik, toen zei je... Knip het uit, Siebe. Ja. Nou, ben je er klaar voor? Ja. Ik namelijk wel. Dat is super makkelijk weer dit voor mij. Dan gaan we. Nee, wacht even. Hé, hey, dat was naar Anna. Dit was naar Anna. Nee, maar... Ik ga Anna bellen. Anna mag mij gewoon. En die weet dat ik dit nooit zou doen. Want ik keek ook niet... Anna, neem niet op. Oh god. Nee. Dit is toch niet al 50 euro? Oh nee, trouwens. Nou. Nee, ik keek niet eens, inderdaad. Maar het is wel een mooi uitzicht, trouwens. Het is mooi, hè? Ja, mooi. Mooi. Ja, maar wat doen jullie hier ook? Wat doen jullie hier ook, zeg? Jezus! Maar hebben jullie een relatie? Zijn jullie verliefd? Ik ben wel een beetje verliefd op Anna. Ja, maar ze is wel mijn beste vriendinnetje. Dus dan knuffel je zo als het mooi is. Dat en doe hier ik ook was met het nog mijn niet eens zomer. Hier was het de eerste dag. Het was heel koud. Ja, het was echt fucking koud. Weet je wat het is ook best wel vaak... ik heb best wel een ding met plafonds en zo. Dus daar kijk ik ook gewoon heel vaak naar, omdat ik dat gewoon interessant vind. Ja. Niet zo gordijnen bijvoorbeeld ook. Dus ja, dan weet je dat er in ieder geval was. Dat je niet denkt van, waar kijk je naar? Dus weer naar het... Hoe erg jij er langs gaat ook. Doe je dat dan bewust, dat je soort van weet van nou... Ja, kijk, ik ging hier wel even goed voor staan, maar het ging ook om het feit dat je, als je 3 dagen niet goed had gegeten, dat je jezelf in de spiegel aankijkt. En denk, kut, ik ben echt... Oké. Oh! Hier kan je niet ergens anders kijken. Nee. Dit is wat... Ik keek gewoon naar mijn scherm. Oké, laten we verder kijken. Dit is een gymvideo. Oh ja. In de basic fit. Ja, dat is een goede workout. Maar je trekt ook wel een goede broek aan ervoor, moet ik zeggen hoor. Ja, die broeken... Leuk je haar zo. Ja, hè? Ja. Mooie dumbbells. Kijk, dit is bijvoorbeeld ook best wel een mooi plafond hier. Ja. Best wel mooi. Best een heel goed plafond. Ja. Hou de ogen op. Jezus, maar wat een... je bent wel lenig ook eigenlijk. Ja. Maar je bent sowieso natuurlijk heel lenig. Kan je jouw been hier tegen de muur zetten zo? Jawel. Als dat met deze broek lukt. Oh, ja, dat God. Lukt niet helemaal met mijn broek. Ja, jij bent ook super lenig trouwens. Oh, huh? Nee, ik kan niet. Je benen in je nek liggen. Als ik het wil. Als je het... Nou, in ieder geval... ja, oké. Okay. Ja, gymmen. Ja, ja, gezichten. Oh. Ja, mijn gezichten trekken ook heel ja, mooi, ja, mooi. Blijf kijken. Ja, blijf kijk, kijken. Ja, rustig maar. Kijk, ik heb nog best wel goed uitgezocht voor je. Ja, deze. Want, ja, dit valt mee. Oké. Okay. Oh! Oh! Nee, maar nee. Ja, nee! Niks! Nee. 2 keer ook, hè? Tak, tak! Ja, nee, maar kijk, nee, maar ja, kijk, ja, jij nee, zei, niks! Maar mijn oog gleed er overheen. Ja, nee. Onderweg naar iets anders. Nee, en toen zei jij van ho, en toen dacht ik, huh, ho, waar heb je het over? Ja. Dus toen keek ik weer terug. En toen was daar eentje beeld. Nou, even zien hoe ik ga squatten. Laat jij er maar even. Let vooral goed op de houding. Ja, de armen inderdaad. Mooie houding. Ja. En het is heel belangrijk dat je een rechte rug houdt. En zo, nou, trouwens, is wel, die lamp is wel echt heel erg mooi trouwens. Hè? Oh, joh. Oh, ja. Oh, duimpje. Ja, maar wacht even, dit telt niet gewoon, weet je, dat beeld is zwart. Ja, de rest, en ja, de rest van deze video boeit ook niet. Hier doe ik gewoon een verhaaltje en het enige wat ik doe is mijn shirt naar beneden trekken. Oh, maar hoezo begin je de TikTok dan met je shirt uit? Ja, ik was aan het filmen en toen was ik dat alsnog aan het praten, toen dacht ik, hé, dit is best wel grappig om te doen. I see what you did there. Ja, ja, ja. Deze ging ook heel erg dat mannen gewoon hun broek half aantrokken na plassen, zeg maar, en dan gewoon een verhaal gingen vertellen. Is dit ging ze aanstitchen, zeg maar. Dat is ja, best wel grappig. Ja, ja. Zo. Ik keek gewoon even naar je outfit, hè? Dat ja, mag. Ja dat mag. Maar kijk, ik weet dus nu al, want kijk, jij gaat omdraaien. Is dat zo? Dat, ja, dat denk ik.
mijn shirt al uit. Nou ja, na die vorige zou dat natuurlijk dat ook zomaar kunnen. Ja, toen trok je hem aan. Mag ik wel even zeggen, trouwens weer een super mooi plafond. Ja. Oh, je was erop voorbereid. Ik zag hem aankomen, maar mij kost het geen moeite. Nee, hè? Leuke broek had je ook aan. Ja, leuke broek vond ik leuk. Roze. Oh. Ja, maar dit is gewoon oneerlijk gewoon. Kijk, niet dat ik kijk of zo, nee, maar kijk, je zit ook echt tussen je beeld geklemd nu gewoon, hè. Dit is weer die broek. Dit is dezelfde, dit is een hele goede broek. Een mooie broek. Ja, maar ja, je kan overal op het scherm kijken. Je kijkt in de zak. Ja, maar hoe kan het? Je kan er niet onderuit lullen nu. Nee, maar kijk, hoe kan het dan? Dat ik kijk gewoon naar een zwart scherm en dat het dan daar, precies waar ik kijk, daar jouw beeld op popt. Ja, nee, niks. Dat is toch zo? Ja. Leuk, ik vond het leuk. Roze. Oh. Ja, of keek ik dan, volgens jou dus? Ja. Maar kijk maar verder. Ja? Maar ik keek dus niet, toch? Nou, voor mijn gevoel namelijk niet. Oké, twijfelgevalletje. Voor mijn gevoel keek ik niet. Even kijken naar de rest van de video. Wat? Nee, nu keek ik oprecht nog niet. Ik zweer het. Waarom geeft dat ding het dan aan? Oh. Ja. Ja, maar ik wil overal kijken. Ja, toch? Ja, blijf kijken dan. Ja, oké. Ja, dit is lullig. Want kijk, je maakt het zeg maar dat vormje met je benen. Dus je wil gewoon kijken naar hoe je dat vormje maakt. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat is ook zo. Toch? Dus je kan ook naar mijn voeten kijken. Ja, maar... Dit is wel knap. Dit is wel knap, hè? Ik vind het knap, ja. Ja, ik heb hier ook lang over gedaan. Oh, even steunen. Ja. Oh, de E lukt niet, oké. Hey, knap man. Eerlijk. Ja, goede broek ook weer. Oh. Dit, nou maar kijk, wacht even. Ik moet nu gewoon echt letterlijk daarheen kijken naar het echte plafond, die ik ook heel mooi vind trouwens. Omdat dit gewoon een scherpvullend ding was. Het gaat om het hele filmpje, want dit was nog niet heel erg. Heb je goed gedaan. Oh. Je keek niet. Nee, je keek niet. En nu naar mijn boenda. Dit keer niet halen. Jawel, je keek wel. Nee. Ik zweer het. Nee, ik zweer het ook. Hij deed niet goed. Nee. Er was iets mis met die... Zo kan je dus inderdaad zeggen dat je nooit kijkt. Iedereen die mijn video's kijkt, weet dat ik nooit kijk, jongens. Zeg het. Dat kan niet, want zo... Nee. Dat, hey, dat ging goed, hè? Je lult hoeveel... je er vooral goed dus maar, nee, okay, maar even serieus, hoe vaak heb je gekeken volgens jou dan? Kijk, ik heb je best wel vaak gemat nu. Je hebt 2 keer op het scherm, 3 keer op het scherm. Dat je zegt, ja, ik kijk en dan gewoon met de eerste. Toen dacht ik, nou, bij de eerste keer twijfelde ik nog. Maar die handstand gebeurde 2 keer. En net met die andere, met Anna, gebeurde het ook weer een keertje. Oké, okay, dus wat zeg jij? Nou, ik zeg 2 keer. 2 keer gekeken? Met heel erg dik gematst. Nou, wel. Ik denk dat het 0 keer was niet, eigenlijk. Niet. Ja, ik was even aan het kijken. Want kijk, elk meisje die volgers heeft op Instagram en zo, die hebben ook op YouTube fapvideo's. Ben je bekend met het fenomeen? Ja. Ik heb een keertje zo'n video van die mannensites gezien. Dat ze dan allemaal in zo'n kate zitten. Mannen met bier. Ja. En dan die fapvideo van mij zo op de muur. Oeh, disturbing dan. Maar ik ging gewoon vooral heel stuk om die titels. Oh. Namelijk, deze. Dit was een hele leuke. Was dit een leuke? Je vond dit. Wees de slaaf van de reis. Wat? Wat? Er was nog eentje was heel grappig omdat het begin. En wacht, kijk, succes met fappen op deze geile vrouw. Oh mijn god, ik dacht dit is een reclame! Nee, we zetten gewoon dit aan het begin van de video. Ja, dat vond ik dus heel erg leuk. Nou, dit vind ik wel heel, alsof het, nou... 50.000 views, ja. Ja. Nou, dit heb ik niet eens op mijn YouTube. Ja, man. Als je gewoon jouw YouTube, die fapvideo's, die scoren beter dan jouw video's. Die scoren gewoon beter dan mijn video's. Nou, dan weet je niet, dan kan je beter zelf gewoon uploaden, want ze worden toch geüpload. Ja. Wat vind jij, als je even heel eerlijk bent? Als ik heel eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik geen 1 keer kijk. Oké, nee. Nu moet je zelf even een eerlijk, echte man zijn. Eerlijk zijn. Oké, nou kijk, omdat jij het bent, doen we gewoon 3 keer. Dat is 150 euro. Oké. Bedankt voor het meedoen. Ik vond het gezellig. Vergeet niet te abonneren. En ook niet op Marijn Kuipje. En jullie ook, want ik heb gezien dat meer dan 40% niet is geabonneerd. En dan ben je echt een stomme peer. Dus abonneer. Ja, dat is leuk. Ja.